Samen met compagnon Midas startte Brian Hickey in 2009 het bedrijf Huisartsenhulp. Inmiddels zijn er elke dag ruim 100 mensen aan het werk. Naast Huisartsenhulp is Brian een nieuw bedrijf gestart, Flexwell. Ik spreek vandaag met Brian, de oprichter van het bedrijf. Brian, welkom bij de podcast. Dankjewel. Ik ga een vragenvuur op je afschieten. Je mag antwoorden, liefst zo kort mogelijk. Wie is je vader? Mijn vader is ook Brian, een, een, een muzikant. Een, 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 nou, helaas alweer een tijdje dood. Um, ja, een bijzondere man. Wie is je moeder? Uh, Danny, uh, de liefste vrouw ter wereld. Uh, en de, nou, uh, een van de weinigen die me echt onvoorwaardelijk en altijd steunt. Zij leeft nog wel? <laughs> ja, gelukkig wel. Ja? ja, mooi. Waar ben je geboren? In Amsterdam, uh, niet ver van de podcaststudio vandaan hier. Uh, echt in het centrum. Uh, we hadden vroeger niet veel geld, maar we wonnen wel uh, in de grachtgordel. Ja, mooi. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd of iets anders? In mijn hoofd ben ik getrouwd, maar volgens mijn vriendin moet ik dan nog op mijn knieën gaan. Ik ben wel heel erg verliefd. Ik uh, ben al uh, bijna zeven jaar samen met, uh, met mijn Daphne. Mooi. Heb je kids? Ja, ik heb twee, uh, twee jongens. Het zijn mijn stiefzoons, maar het voelt als, uh, als mijn zoons. Uh, Middels en Marlijn, twaalf en dertien. Allebei net naar de middelbare school en... Uh, Zeker geen pubers. Oké. Okay. Heb je huisdieren? Ja, een, een hond en een kat. Je mag één sport kiezen. Welke sport uh, ga jij kiezen? Zwemmen. Zwemmen? Zwemmen. Welke slag ga ik kiezen? Ja, vlinderslag. Natuurlijk. <laughs> <laughs> Mooi. Wat is je grootste jeugdzonde? Ik denk dat ik te veel heb gebloot. Oké. Okay. Wat is je grootste angst? Um, ik heb heel weinig uh, uh, angst. Ik, de, ik, ik denk dat er iemand in mijn omgeving zou wegvallen. Dat. Dat, dat zou een angst zijn, maar die is niet zo reëel. Ik ben er niet mee bezig. Oké, okay. geloof je in een God? Zo niet. Waar geloof je dan wel in? Um, ik geloof niet in een God en ik geloof in uh, de goedheid van de mensheid. En Dat dat ergens nog zit. Ja. Nou, we gaan te ontdekken. Kunnen ondernemers dan ook goed zijn? Uh, maar ja, vast wel. Uh, we sluiten af met de mooiste plek waar je ooit geweest bent. Um, dat is. Uh, de, dat zijn de Lofoten in Noorwegen. Heel hoog boven de Poolcirkel. Uh, super schone lucht, super mooi licht. Het wordt er niet donker, maar uh, ik heb nog nooit zoiets gezien. En Schotland trouwens. En de rest van Schotland is prachtig, maar de Lofoten is echt fantastisch. En wat heb je met Schotland? Uh, ik rijd daar motor. Ik ga daar kamperen uh, ook met gezin. Het is, uh, het is daar heel leeg. Het is, uh, en daar hou ik wel van. Je komt niemand tegen. Ja, mooi. Maar uh, Hickey dan? Is dat nog een, een Schotse uh, of is dat weer een heel ander verhaal? Nee, dat is uh, Iers. Iers. Dus uh, de Hickey's komen uit uh, Cork in Ierland. Mijn vader is, uh, was Amerikaan. Uh, uh, maar de Hickey's hebben maar twee jaar of twee generaties in uh, Amerika gewoond. En de rest van mijn familie zit allemaal ergens in Ierland. Ja, interessant. Het is een ondernemerspodcast, dus ik moet mezelf altijd dwingen om uh, on-track te blijven. En dat doen we door uh, jouw uh, biografie erbij te pakken. En we hebben hem samen geschreven, maar ik ga hem voorlezen. En uh, dat helpt ook de luisteraar om uh, ja, een soort kort tijdsbestek uh, een beeld te krijgen van, van wie je bent. Je werd geboren in Amsterdam. Vertelde al. Je studeerde HBO Logistiek. Je deed een master Business Administration. Je maakte je scriptje niet af. Zei je erbij. Je werd ondernemer in 2009. Want je had destijds een relatie met de pleegzus van je compagnon Midas. Midas liet jou een zomer op zijn bedrijf passen. En dat beviel zo goed dat hij het al zag zitten om samen met jou te ondernemen. En jullie gingen samen brainstormen. En ja, begonnen samen huisartsenhulp. Het bedrijf begon flink te groeien. En sinds 2020 zitten jullie aan een van de mooiste grachten van Amsterdam, de Herengracht, met een team van 15 mensen. En je hebt elke dag 100 mensen aan het werk, dus dat is echt wel serieus. Je hebt een solide bedrijf neergezet. In 2021 kwam daar FlexWell bij, omdat de software die jullie nodig hadden niet te vinden was. En ja, je ging dus maar zelf bouwen. En er ontstond een verkoopbaar product, FlexWell. Dus dat ging je echt in de markt zetten. Jullie wonnen een Recruitment Tech Award. En je bent op dit moment volle bak bezig om Flexwell in de markt te zetten. Dan nog even over jou als ondernemer. Je grootste kracht als ondernemer is processen: iets tot in de details goed krijgen. Je wilt groeien als ondernemer, maar niet ten koste van alles. Je had net al verteld: je houdt van motorrijden. Je zoekt graag koude oorden op. En ook nog niet onbelangrijk: je komt niet uit een ondernemersnest. Dus je hebt het voor een groot deel zelf moeten uitvogelen. Heb ik nog iets gemist in je bio? Nee, dit wat... is een prima, prima, prima samenvatting. Nou, laten we dan maar lekker uh, het ondernemersverhaal induiken. En we gaan beginnen bij huisartsenhulp. Want de naam zegt het al misschien ja. een beetje. Maar ja, uh, wil je toch nog eens even kort uitleggen? Wat doen jullie precies? Nou, bij huisartsenhulp leveren we invalpersoneel bij huisartspraktijken. En dat kan uh, iedereen zijn, van de docsassistent tot de huisarts zelf. Uh, dat doen we al nou, dit jaar 15 jaar. Uh, dat doen we door heel Nederland. Bijna driekwart van alle huisartspraktijk is klant bij ons. Uh, en dat doen we ieder jaar met de hulp van heel veel verschillende invallers en, uh, en ZZP'ers. Dus ik denk dat er in een jaar, die zijn het per dag ongeveer 100 man aan het werk. Uh, maar per maand zijn dat ongeveer 500 verschillende uh, mensen. En op jaarbasis bijna 1500 verschillende mensen. We doen heel erg veel uh, matching en planning bij, uh, bij huisartshulp. Ja, en um, waarom die niche? Um, nou, dat is... Toeval eigenlijk, nou, of het lot of, of wat dan ook. Dus uh, mijn compagnon Miras, die had al een bemiddelingsbureau voor ZZP-huisartsen in Amsterdam. Dat zat toevallig twee deuren hiernaast uh, gevestigd. Nou ja, dus uh, wat je net vertelde, hij stopt of hij ging op vakantie. Uh, ik heb dat toen van hem overgenomen en uh, dat werkt gewoon best wel lekker. En toen zijn we eigenlijk samen gaan nadenken: wat kunnen we nog meer doen voor al die leuke huisartsen die we hier in Amsterdam kennen. Uh, ik deed Business Administration, uh, Miras deed ook. Twee andere universitaire studies. En uh, nou, we wilden gewoon wat proberen. En dat kwam prima vanaf de zolderkamer. Um, en eigenlijk via allerlei omzwervingen kwamen we erachter... dat huisartsen het meest geholpen waren. Dat als er iemand ziek werd, morgen of overmorgen... Uh, dat er gewoon iemand anders moest komen. En dat er nog niet echt iemand was die dat voor ze regelde. En dat zijn we toen gaan opzetten in Amsterdam. Begonnen eigenlijk met inval huisartsen. En eigenlijk over de jaren is dat uitgebreid... naar al het personeel dat werkt bij huisartspraktijken... En door heel Nederland. Ja. En, uh, en het is nog steeds echt de kern van onze business. Dus in, in de praktijk kan vandaag iemand zich aanmelden uh, bij een praktijk in Zeeland. En die heeft morgen iemand nodig. En in 9 van de 10 gevallen kunnen we daar dan iemand voor vinden. Ja, interessant. Er zijn best wel veel bedrijven die beginnen dan in een grote stad. Bijvoorbeeld Amsterdam. En die hebben dan een plan van: oké, okay, vanuit hier gaan we de rest. Van Nederland veroveren en daar komt er dan nooit van. Tenminste, zulke verhalen heb ik uh, meer dan eens gezien. Waar, waarom lukt dat jullie wel? Ja, goede vraag. Uh, ik denk uh, omdat we zeker die eerste jaren zo ontzettend hard hebben gewerkt om het altijd goed te doen. Dus iedere klant uh, was super belangrijk en iedere klant moest geholpen worden. En dat betekende dat uh, Miros en ik de eerste jaren altijd bereikbaar waren. Altijd telefoonopnamen in het weekend. Uh, ochtends vroeg uh, en uh, ja, voor ons was het credo en is nog steeds credo, uh, elke aanvraag moet ingevuld worden en uh, doordat we het goed deden ...vertelden uh, huisartsen door aan collega's en uh, um, nou, uh, konden we groeien en daarbij denk ik, dus de instelling is het belangrijkste, maar daarnaast hebben we altijd al vanaf het begin af aan uh, zelf software gemaakt om, uh, om dat te regelen en speciaal eigenlijk op het Proces wat wij hadden bedacht om zo efficiënt mogelijk mensen in te plannen. Uh, en dat is echt de motor geweest achter de, uh, de groei die we hebben doorgemaakt. Ja, ik denk ook meteen aan Randstad Zorg. Ik heb ooit uh, nog een jaar stage gelopen bij Randstad, conglomeraten. Frits Goldsmeding is een van de rijkste uh, Nederlanders. In geld uitgedrukt. Ja. Um, uh, heb je daar geen last van? Zijn er niet grotere partijen die dan ook die niche willen opeten? Of, uh, hoe ja, hoe nee, verklaar was, dat je dat jullie overeind zijn geweest? Het is echt een niche. Dus we, we hebben uh, heel lang geleden hebben we een, een hele specifieke niche opgezocht. En hebben we gezocht dat we daar het allerbeste in werden. Uh, huisartsen vinden het, het is denk ik niet uniek voor huisartsen, maar huisartsen vinden het heel erg leuk dat de dienstverlening voor huisartsen is. Uh, 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 gemaakt. Ze hebben het gevoel dat wij snappen wat bij hen uh, speelt. En uh, nou ja, vroeger kwam je er denk ik mee weg als grotere uitzendorganisatie dat je alles deed. En tegenwoordig is het, uh, wordt het gewoon steeds belangrijker om, uh, om die niche op te zoeken. Ja. En, en daarnaast bestaan we al 15 jaar, dus we zijn inmiddels wel echt een gevestigde naam. Ja. Ik kan me voorstellen dat er uh, gaandeweg allerlei uh, kansen zich openbaren. Of dat je denkt van, hé, hey, dit trucje hebben we nu gemasterd in, uh, voor de huisartsen. En dan gaan we dat ook eens even ergens anders doen. Ja. Heb jij dat ook meegemaakt? Uh, ja, hoe, hoe ging dat? En wat heb je ervan geleerd? Um, Drie vragen in één. Ja, ik, ik zal hem proberen kort te antwoorden. Uh, in, in ons hoofd hebben we heel vaak die kansen uh, gezien of bedacht. Van waarom doen we geen tandartsenhulp? Waarom exact, doen we geen ja. praktijkhulp? Uh, maar ik denk dat we elkaar ook in dat opzicht ook wel prima konden remmen. Dus er, er was altijd genoeg uitdaging uh, in het huisartsenwereldje. En dat is ook waar uh, als het ons, uh, nou ja, uh, ons hart had gelegen. Dus we vinden het ook echt cool om iets goeds te doen voor alle huisartsen in Nederland. En er was nog heel veel potentie om dat groter te maken... En, nou ja, we zeggen altijd zelf, processen vinden we heel erg interessant, maar om nou per se nog meer uit te zenden of zet ze de wetgeving achter, zet ze dat moeten we wel weten, maar dat vinden we niet per se super interessant. Uh, dus we hebben het eigenlijk altijd meer uh, ja, erop gegooid dat we, dat we in onze huisartsen niche en onze software, waar we heel erg goed in zijn, om dat beter te maken en niet per se om nog meer uitzendorganisaties op te starten. En, uh, en eigenlijk. Uh, ik denk, het tweede deel van je vraag heeft de kans zich ooit wel eens aangeboden. Um, wij hebben heel lang in onze eigen bubbel geleefd. Dus ik denk, totdat tot we zijn gestart met Flexwell... Uh, wist niemand van huisartsenhulp en wat we aan het doen waren... behalve de huisartsen waar we mee samenwerkten. Uh, en ik merk nu dat sinds dat we zijn gestart met Flexwell... dat iedereen opeens denkt van, hmm, wat, waar, waar komen deze gasten vandaan? En hoe kan het dat zij eigenlijk best veel doen... Uh, en dat ze nog nooit van ons gehoord hebben? Ja, grappig. Um, heb je wel eens het gevoel gehad van: uh, ik ben er klaar mee, ik wil eruit. Ja. ja. Wat gebeurde daar? Nou ja, op vers in verschillende fases hoor. Van, uh, uh, zeker in, het, uh, in de eerste jaren, dat het werk uh, zo overheersend was over mijn privéleven. Uh, daar had ik vaak genoeg momenten dat ik dacht: van, nou, ik bedoel, het is fijn dat ik mijn geld ermee verdien, maar dit is het niet waard. Um, en uh, nou, de afgelopen jaren hebben we, denk ik, binnen huisartshulp ook wel een hoop groeipijnen gehad. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk uh, dingen waar we ons nooit op hebben voorbereid. Midas en ik zijn geen uh, geboren managers. Uh, en dat zijn ook dingen die, die gewoon heel erg veel energie kosten. Bijvoorbeeld uh, tumult binnen het team of uh, mensen die, uh, uh, met wie je een conflict hebt. En dat, dat vreet heel erg aan mij. En dat, uh, dat zijn ook momenten waarvoor. Waarop ik echt wel hard op heb gedacht, van ja, uh, we gaan wat anders doen. Kun je iets vertellen over hoe jullie het team hebben gebouwd? Want uh, je zijn met z'n twee, of eigenlijk, hè, Middels was er eerst, toen kwam jij erbij. Zijn jullie samen echt uh, ervoor gegaan? Zou je, zo, zo, zou je het zo kunnen samenvatten? Ja. En op een gegeven moment ga je mensen aannemen en een team bouwen. Ja. Um, waar, waar sta je nu, zeg maar? Wat 15 mensen. Ja. Hoe, hoe is dat team opgebouwd? Uh, middels en ik hebben wij een operationeel manager aangesteld. Die uh, uh, zowel uh, doktersassistent was of manager van een huisartspraktijk, uh, als uh, in een ver verleden manager bij een uitzendbureau. Dus dat is echt de ideale combinatie om uh, bij ons aan de slag te gaan. En uh, daarnaast hebben we een aantal lagen binnen de organisatie. Dus we hebben heel veel doorstroom uh, uh, van juniors, uh, mensen die bij ons de telefoon aannemen, die ons kandidaat spreken, die de planning regelen. Uh, en dan daarnaast hebben we een, nou, een stabiel team van, uh, van seniors en regiomanagers, zoals we dat inmiddels al hebben ingesteld. Van, uh, dat is eigenlijk een kerngroep van mensen die uh, ons bedrijf heel goed kennen en ook onze klanten heel goed kennen. Uh, maar je zei net, uh, hoe heb je het team opgebouwd? Dat hebben we nooit bewust gedaan. Dus uh, uh, ik denk, uh, onze manco, ook als ondernemer, is dat we uh, uh, het is allemaal wel zo gegroeid. En zeker niet allemaal met een plan vooraf. En zou je dat dan nu anders gedaan hebben? Zo, hoe, 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 hoe reflecteer je daarop? Nee, ja, waarschijnlijk zou met ik het... Met de opnieuw... kennis van toen, van nu, uh, ja. Nou, had ik het graag anders willen doen. Maar uh, um, ik, ik denk wel dat dingen ook wel zo zijn gelopen. Dat het ook niet heel anders had gelopen. Dus ik denk uh, het meest wat ik heb geleerd als ondernemer is door alle fouten die ik heb gemaakt. Uh -huh. En uh, um, um, ik zou het graag anders willen doen. En ik. Ik denk dat ik nu al een idee zou hebben hoe ik dat zou moeten doen, maar het is zo gelopen. ja, 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 precies. ja want het is natuurlijk tegenwoordig wel uh, gebruikelijk dat je allerlei uh, doelen stelt, hè, dus dat je een big hairy audacious goal hebt ja. en dat je dan een, een one page strategic plan en een roadmap en een ditje en een datje en ja. zo. Maar, uh, ben je dat dan nu wel gaan doen of zo? Of ben je nog steeds? Nou, wel iets werken met wat er gebeurt of zo. Of hoe, hoe onderneem je nu? Nou, dat zijn geen constante struggle bij huisartsenhulp in ieder geval. Uh, dus ik kan me nog herinneren, zeker in het begin ook met Midas. Um, we hebben een aantal ondernemers uh, uh, tracks gedaan binnen de universiteit. En we hadden op een gegeven moment ook nog een scale-up uh, programma gedaan. En daar werd ook altijd heel erg uh, verwezen aan de plannen en de, de, de B-hacks. En dan moesten we eigenlijk behoorlijk, nou, moesten we best hard lachen. En over het algemeen nemen we dat niet heel erg serieus. Ik denk onze ondernemersstrategie daarin is dat we, we focussen ons op de dingen die, uh, uh, die heel goed gaan. en uh, nou, echt hele lange termijn plannen maken we erin uh, uh, niet. Uh, het moet tastbaar zijn. Dat, dat is denk ik heel kort de bocht uh, waar het op neerkomt. Bij Flexvo is dat wel anders. Dus dat uh, Maar daar gaan we het volgens mij zo over hebben. Ja, hoe, hoe zit dat dan met dat team, zeg maar? Dus je hebt die operationeel manager. ja. Uh, heeft hij ook nog een rol in de strategievorming, zeg maar? Of ja, wil erg. je dat juist nog meer gaan doen? Als nee, dat is heel belangrijk geweest. Uh, uh, ook in uh, dat waar we haar hebben gevonden. En, en onze wens om ook iemand erbij te zoeken die daar uh, wel serieus mee omgaat. Uh, dus uh, Middels en ik hebben het bedrijf tot een bepaalde hoogte weten te laten groeien. En we weten heel duidelijk dat onze tekortkomingen bijvoorbeeld hierin liggen. Dat we niet enorm visionair zijn, kwaad voor uitkijken. En. Uh, het voor ons was het heel erg belangrijk dat we iemand gingen aannemen die wel dat team ging bouwen en die ook precies wist waar dat team over twee, drie jaar zou, uh, zou staan. Uh, en, en daar hebben we uh, onze, onze Mario bij gevonden, gelukkig. Ja, heel interessant. Lijk, uh, bij Eager People heb ik een uh, uh, manager ook uh, die eigenlijk een soort uh, ja, meewerkend voorvrouw is, zou je kunnen zeggen. Omdat, uh, het is een klein bedrijf, uh, dus er hoeft niet een fulltime directeur op. Maar ja, wel, het is wel fijn als iemand de leiding heeft. En ik heb elke week, uh, donderdagochtend, heb ik met haar een uh, afspraak. En dan nemen we alles door wat er speelt. Hoe gaat het? Uh, we staan ook qua cijfers. Uh, wat zijn de prioriteiten? Welke andere bespreekpunten zijn er nog? En ik merk dat ik uh, haar heel graag wil sturen van... Hey, uh, volgens mij moet het die kant op. Op een gegeven moment dacht ik: Dit werkt niet, laat haar maar gewoon zelf uh, ontdekken. Ja, herkenbaar en wel. Ja. ja, je geeft wel guidance, zeg maar. Of in die zin van ja, niemand kent het bedrijf zo goed als ik. Hè. Dus ik ben uh, domeinexpert over die 15 jaar. Eerke uh, People en mijn student. Dus ik kan heel goed vertellen wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Klein voorbeeldje: we uh, uh, waren met uh, het uh, kijken naar een back-office partij van hey, zou het nog meer in de markt zijn? Uh, kwam ze met uh, een partij die werkt dan met Easyflex. Toen zei ik van, hey, Easyflex, die ken ik. Daar hebben we 15, uh, of nee, wanneer was het? 13 jaar geleden hebben we daar ooit kennis mee gemaakt. Uh, toen zijn we met hun in zee gegaan. Dat oh, was en, ze, denk ik nog niet zo'n groot hoofdkantoor als wat ze nu hebben. Oké, okay, het zou kunnen, ja. 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 Ze waren toen al wel lekker bezig. Maar, uh, uh, nou ook, ze zijn daar behoorlijk de mis in gegaan door met hun in zee te gaan. En toen hebben we zelfs het EasyFlex Liberation Front opgericht. <laughs> uh, omdat wij zo spuugzat waren van die, van die softwarepartij. Maar het grappige is dus. Ja, dan kan ik dus gaan zeggen van Nee, hey, ik spreek mijn veto uit. Jullie mogen. Ike People mag niet met, met, uh, met EasyFlex gaan werken. Want bla 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 bla. Of ik denk van ja. <clears throat> Oké, okay, nou ja, uh, ik laat het los. Want uh, als zij dat dan. Dus ik zeg gewoon wel van. Ga dan met minimaal nog twee ja. partijen praten. Weet je, dan hebben we tenminste opties. Uh, maar um, uh, als wij dan uiteindelijk voor, voor, voor EasyFlex kiezen, uh, nou, dan is dat zo. Ehm. Um Misschien komen ze dan na drie jaar wel achter van hé, hey, dat was eigenlijk geen goed idee. En dan gaan ze weer. Maar ik, ik heb het gewoon. Ja, of hopelijk ja. gaat het allemaal goed en is iets gegroeid. En heeft uh, jouw manager de juiste keuze gemaakt. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat wij, hoop je natuurlijk. Ja, ja, ja. Heel, heel herkenbaar. Ik denk wat waar wij nog uh, als uh, uh, directie naar op zoek zijn, zijn echt de handvaten dat je echt heel hoog op kan zeggen van dit zijn indicatoren dat het goed gaat. En voor de rest laten we jou los. We weten waar je goed in bent. Uh, en je krijgt alle vrijheid om, uh, om het bedrijf te. Daar te brengen. Dus het, 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 het micromanagen, dat uh, ja, volgens mij moet je daar echt uh, van afstappen op een gegeven moment. Ja. Ook al ken je, ben jij de enige die de business zo goed kent, ja, dat zo op een gegeven moment gaat dat ook uh, denk, tegen je werken. Ja, wat er nog bij mij opkwam, was ook wel fysieke afwezigheid. Dus uh, ik, ik heb gemerkt dat zolang ik zelf dat kantoor binnenliep en daar de stoelen recht ging zetten, het koffieautomaatje nog even schoonmaakte, uh, kortom uh, alles uh, zag en overal nog mijn fingerprints achterliet zeg maar. Ja, dan, dan geef je niet genoeg ruimte aan aan zo'n persoon. Dus als je echt wil dat, uh, nou, dat jouw bedrijf zelfstandiger wordt, neem een directeur aan, maar geef die ook zijn space, zijn ervaren space. Ja, heel belangrijk. Uh, dus nou ja, jouw oplossing van uh, begin <laughs> zelf een bedrijf, ja, huur dan ook meteen een kantoor waar je dan gaat zitten zou kunnen, zou een yeah. uh, ik ja, nog het, wat, zitten, wat, maar... je, wat je beschrijft, herken ik ook dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, in ons geval uh, zijn er ook medewerkers die langer bij huisartshulp werken dan, dan de manager er is. En wat we dan merken is dat, of wat ik dan merk als ik naar kantoor kom, dan word ik aangeschoten over iets waar ik eigenlijk helemaal geen beslissing meer over hoef te nemen. Maar ja, dan kent iemand mij al langer dan de manager. Dus dan zegt van hé hey Brian, uh, wat vind je eigenlijk hiervan? En ja, dat, uh, dat, dat is niet meer mijn pakje aan. En wat doe je dan? Wat dan? Hou je dan je mond of uh, nee, dan, ga je toch dan, nog de fouten in zeg maar door het weer gaan te gaan oplossen of zo? Nee, nee ik ben me heel erg ervan bewust dat, dat ik dan uh, het, het gras van de vo voor de voet van mijn manager ga wegmaaien. Dus ik probeer het dan eigenlijk uh, ja, toch uh, aan te geven, joh, dit is iets wat uh, nou ja, waar, waar Mario over gaat of uh, het enige wat uh, waar ik me wel bewust van ben is, je wil ook weer niet degene zijn die alleen maar van het kastje naar de muur stuurt. Dus, nee. uh, uh, er zit een beetje een balans in, maar het is denk ik wel belangrijk om, om je heel erg bewust te zijn dat uh, ook al is mijn bedrijf dat uh, ik hoef al die beslissingen echt niet meer te nemen. Misschien nog even naar die, naar die manager, hè? want uh, ik doe allerlei aannames van, oh ja, uh, je wil zo iemand uh, zodat die bedrijf kan leiden, zodat je zelf andere dingen kan gaan doen. Ja. Misschien hadden jullie hele andere plannen ermee. Gewoon ja, met chef uh, shit, uh, weet je wel, iemand die de operatie en het gedoe oplost. Nee, en wij uh, willen toch eigenlijk. De leiding houden of zo? Hoe hadden jullie dit voor je gezien? Nee, nee eigenlijk... Uh, we hadden wel vrij... jammer genoeg hebben we een aantal keer... dezelfde fout gemaakt. <laughs> dus wel, door, welke door, fout? Door, uh, uh, door iemand aan te nemen... die uh, chef shit werd... in het missen... In, in, uh, plat gezegd, in onze ogen. Maar wij bleven de baas en konden blijven aansturen. En uh, nou, we hebben, Dat werkt gewoon niet... En uh, dus, dus dat we nu uh, het op deze manier uh, hebben ingestoken, dat, dat echt uit, uh, nou ja, kwam uit ons tenen van: we gaan het nu echt anders doen. Want we gaan niet nog een keer uh, iemand binnen het bedrijf halen, en, en uh, verantwoordelijkheid geven, en het dan vervolgens uh, ondermijnen. Dat, uh, dat moeten we gewoon anders doen. Merk je ook dat er iets veranderd is in het bedrijf? Uh, qua performance of qua sfeer. Of, of, uh... Ja, heel, heel erg. Wat, uh, wat onze manager heel goed doet bij huisartshulp is uh, uh, de targets heel erg in beeld houden. Um, iets waar wij eigenlijk heel vrijblijvend mee, tenminste ik, uh, laat ik voor mezelf spreken. Uh, mee, mee omging en daarnaast is zij echt iemand die uh, uh, mijn teamleden coacht en begeleidt. Dus zij, elke, elke, elke week heeft ze één op één, gaat ze kijken naar hoe gaat het met je, met je performance binnen huisartshulp. waar heb je hulp, hulp nodig om beter te worden. En dat, uh, nou, dat zijn dingen die, uh, nou, die, had, die had ik nooit kunnen doen, laten we hmm. het zo zeggen. We gaan naar de groeidilemma's, Brian. Ja. Ik ga jou een aantal dilemma's <kwijnt> voorleggen en je mag uh, reageren. En achteraf gaan we nog even kijken welke er uitspringt. Um, een goede ondernemer is een harde werker of een goede ondernemer is een luie ondernemer? Een harde werker. Geld verdienen is slecht of geld verdienen is goed? Uh, <laughs> ja, geld verdienen is slecht. Oké, okay, gaan we dan even op terugkomen? Elke dag een beetje beter worden of gewoon tevreden zijn met wie je bent? Gewoon tevreden zijn. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf. Ja, iets daartussen. <laughs> uh, ik, ik kan goed delegeren. Oké. Okay. Ik wil graag aardig gevonden worden. Of een stevig gesprek is voor mij geen probleem. Ik wil graag aardig gevonden worden. Dineetje met familie en vrienden, of een nieuwe klant binnenslepen. Uh, een nieuwe klant. <laughs> Ergens mee stoppen als het moeilijk wordt, of juist doorgaan. Ergens mee stoppen. Je software aanpassen. Of je proces aanpassen. En je proces aanpassen. Oké, okay. eigen software bouwen of werken met standaard software? Ja. Voor alle klanten van Flexo is het natuurlijk werk met standaard software, maar uh, zelf software bouwen. Oké. Okay. Welke zullen we er eens uitpikken? Is er eentje die jou uh, extra triggerde? Nou, wat ik. Wat ik, um, ik zag je net ook al kijken toen ik antwoord gaf, maar. Uh, um, uh, voor sommige vragen uh, heb ik antwoord gegeven als. Ja, nou, als, als mezelf en het zijn bijvoorbeeld, uh, wil je is geld verdienen, uh, is dat een goed iets of niet? Ja, vanuit mijn persoonlijke overtuiging vind ik eigenlijk dat dat uh, niet, niet het summum is. Terwijl als ondernemer, uh, groeien focus op groei, hoor je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Uh, dus ja, ik, ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik me een klein beetje heb blootgegeven bij uh, deze vraag. Ik heb niet een specifieke eentje die ik. Uh, nee. Ik vond delegeren wel grappig. Uh, en aardig gevonden worden ben ik ook wel benieuwd naar. Want ja. uh, dat zit toch iets ook achter van een soort van... Ja, we, we hebben dat allemaal. Hè. Je wordt als kind door je groot gebracht. En dan je, je leert ja. uh, om je te gedragen. Hè. Dus je wordt een soort van afgericht om het goede te doen. En dan geef je ouders je een ei een, een over de bol. Dus aardig gevonden worden zit heel diep. Ja. Alleen het kan natuurlijk heel erg tegenwerken. Dus als je bijvoorbeeld een medewerker hebt die, uh, weet ik veel, uh, gewoon echt niet doet wat afgesproken is. of die keer op keer weer een grenzen overgaat. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld dus heel erg moeten leren. Dan moet je gewoon je ja, confronteren en, ja. en, uh, en het conflict opzoeken. Maar ik kon dat helemaal niet goed. Ik wilde uh, aardig gevonden worden. Uh, ja. Heb jij wel zoiets meegemaakt? Ja, of op andere manieren eigenlijk. Want hm. ik, ik ben uh, extreem slecht in uh, conflicten. Uh, ik, ik, als het even kan, ga ik het uit de weg. Uh, en weet je ook waar dat vandaan komt? Dat is misschien weer een uh, verdiepingsvraag. Maar... Ja, uh, ja, mijn vader was niet zo'n leuke man. Dus mijn ouders zijn ook gescheiden tijdens mijn puberteit. Hij is een alcoholist. Uh, en uh, daarna was de situatie thuis heel erg gespannen ook. Uh, en wilde ik het graag goed doen. Daar, daar komt het denk ik op. Uh, op neer. En uh, in de dynamiek met mijn kompion Miras, ja, hij is iemand die graag de confrontatie opzoekt. Dus uh, dat is ook een klein beetje de, de dynamiek die wij denk ik hadden als ze ondernemers duo, of hebben. Uh, dat als er ergens uh, mee afgerekend moet worden, dan gaat Miras wel even langs. En uh, als je juist de consensus wil opzoeken, dan doe ik dat. Heb je wel het gevoel dat je erin uh, geleerd hebt? Of dat je geëvolueerd bent tot een minder Mr. Nice Guy? Ja, nou ja, ik, ik heb nu zo vaak tijdens mijn nou ja, carrière als ondernemer meegemaakt dat mensen uh, mijn grenzen overgingen. Dat dat dat, dat, dat ik, ik, ik moet dat wel bewaken. Dus ik ben me veel meer bewust van uh, dat, je, dat het veel beter is om eerder een grens te trekken als je voelt van hey, dit klopt misschien niet helemaal of nu ga je een grens over. Dat je dat beter gelijk op tafel kan leggen dan dat je het kan aankijken en hopen dat het wel uh, wel weer goed komt. Um, we gaan naar Flexwall. Cool, want dat is nu eigenlijk jouw fulltime betrekking zou ik kunnen zeggen. Want uh, Midas richt zich vooral op huisartsenhulp ja. en jij uh, mag je helemaal uh, uh, slag in de rond werken voor Flex. <laughs> uh, vertel eens wat uh, er, er moet een, een soort spark geweest zijn dat je dacht: van ja, dit, 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 dit is gewoon een apart bedrijf. Hier wil ik wel mee. Ja, wil je daar eens beginnen? Ja, absoluut. Dus uh, dat is denk ik drie, drie jaar geleden. Uh, bij huisartshulp hebben we dus hele slimme software gemaakt waarmee we heel veel verschillende invalkrachten, uitzendkrachten kunnen bemiddelen voor heel veel verschillende klanten, huisartspraktijken. Dus ik denk dat we uh, nou, al jaren geleden hebben we al een, een huisartshulp temper gemaakt eigenlijk, daar komt het op neer. Of een Young Ones of een u -ban. dat hadden we al gemaakt, maar dan voor huisartshulp. En uh, dat hebben we gedaan met onze uh, programmeur Ruben. Uh, die ken ik ook al sinds de middelbare school. En die heeft eigenlijk het hele platform destijds voor ons gemaakt en onderhouden. En uh, we waren aan het kijken: van uh, nou, misschien wordt het, het tijd om een, een nieuwe versie te maken. Of echt uh, om hem weer vanaf de grond af aan uh, op te schonen. En uh, toen zijn we ook gaan kijken van is deze software, bestaat dit al? Kan je al, uh, nou, om maar een voorbeeldje te noemen, kan je uh, een nieuwe klanten, uh, kunnen die zich direct op de, uh, in de software aanmelden via jouw website? Dus uh, bij bijvoorbeeld, uh, nou, Temper kan dat wel. Dan kan je je aanmelden als opdrachtgever en gelijk je klus online plaatsen? Nou, dat vinden wij belangrijk bij huisartshulp, om die drempel heel laag te maken. En geen van de uh, uh, uitzendsoftware of plansoftware of recruitsoftware, die kon dat. En dan heb je vaak dus uh, een, een website voor je uitzendbureau. En dan kan je dus een aanvraag indienen via de site. En dan krijg je dus een mailtje binnen... die je vervolgens moet gaan overtypen mm -hmm. in je eigen systeem. En dat, uh, nou, dat, dat vinden we onzin. En uh, nou, ze waren er eigenlijk een hele hoop dingen waarvan we dachten... dit hebben wij al gemaakt. En dat doen we echt gewoon veel beter als wat er nu op de markt is. En toen... Uh, ja, Toen kwam eigenlijk het plan om met z'n drieën... dus ik en Miras en, en Ruben... om gezamenlijk in een nieuw bedrijf te starten, uh, stappen... Uh, waarin we die software gingen maken, gaan maken. En uh, die we ook gaan aanbieden aan andere bemiddelaars. Dus wat bij huisartshulp is... is het zakelijk gewoon al jaren echt heel erg goed gegaan. En dat heeft ook te maken met onze niche... en uh, met het hoekje wat we hebben gekozen... maar ook met, met onze software. En, uh, en we dachten... Ja, als deze software er nog niet is, iedereen wil toch werken met de software van huisartshulp. En uh, zo is eigenlijk het idee voor een, uh, van Flexo ontstaan. Vervolgens hebben we een uh, onderzoek laten uitvoeren door uh, de Young Advisory Group. het is wel cool, dat is een groep van uh, een studentenconsultancybureau. Dus uh, uh, nou, een beetje het niveau van, uh, van uh, de Boston Consultancy Group, maar dan uh, uh, veel goedkoper. Een fractie van de prijs. Ja. Ja. En uh, zij, dat was heel tof, dat was een groep studenten. En die heeft toen uh, eigenlijk uh, maandenlang als een gek uit zijn bureau's lopen bellen. En gevraagd, joh, waar, waar lopen jullie tegenaan? En uh, zou je dit ook willen kunnen doen met je software? En, uh, en, en daar kwam eigenlijk uit, er uh, kwam een heel marktonderzoek uit. Dat, uh, dat er gewoon echt wel ruimte was om, uh, om dit te gaan doen. En uh, toen keken we naar elkaar en... Kijk, software maken is uh, uh, voor iedereen die ermee moet beginnen. Doe het niet, want het kost ontzettend veel tijd en geld. Hoeveel uh, heb je er nu in zitten ongeveer? Uh, nou, ik denk ruim 300.000 euro. Ja. Uh, en we zijn bootstrapped. En dat vinden we nu ook nog belangrijk. Dus het is ons eigen geld. Dat betekent dat we volledige inspraak hebben in hoe die software wordt uh, ontwikkeld. Uh, maar aan de ene kant is het veel geld. Aan de andere kant, uh, als je hoort wat voor bedragen er worden genoemd... om software te laten ontwikkelen, dan... Uh, Denk ik dat we het best wel goed uh, doen. Um, en dan oh, ben ik mijn punt kwijt. Oh ja, we waren met z'n drieën en we dachten: van ja, als we, het, als we ons idee nu niet op de markt gaan brengen, want toen was Temper al in opkomst, uh, mm -hmm. dan zijn we te laat. Dus uh, we moesten het gewoon proberen. En, ja. uh, en daar zijn we nu. Je zei, we richten ons op bemiddelaars, hè? dus andere uitzendbureau, of, nou, uitzendbureaus. Er zijn ja. er in Nederland ruim 6.000, uh, orde misschien. Ja, een stuk, een stuk meer. Ja, dus be, be, Nog meer? In, nou je ja, dus volgens mij... Ja, wat uh, reek dus, je eronder? Hoeveel klant, <laughs> hoe ziet de nou, markt dus eruit? De, dus de markt is, is, is groter dan 10.000 uh, bureaus. Dus je hebt uh, uh, ZZP-bemiddelaars, je hebt uh, uitzendbureaus... en daarvan is een gedeelte aangesloten bij een branchevereniging... zoals de NBBU of de ABU en een, een heel groot gedeelte ook niet... Uh, en daarnaast uh, hebben we ook nog een stukje van de markt, uh, 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 met Flexwell kan je ook je flexpool beheren. Dus als je bijvoorbeeld een grote organisatie bent zoals een ziekenhuis of een, nou, noem maar wat een grote, uh, uh, grote horeca onderneming met verschillende locaties, dan ja. kan je die software ook prima gebruiken. Dus eigenlijk op het moment dat je heel veel verschillende mensen wil uh, plannen op, bij heel veel verschillende locaties, dan, dan gebruik je Flexwell. Ja, dus stel, nou, ik moet even denken aan Kate. Dat is een cateringbedrijf uit Utrecht. Maar die zitten nu ook in allerlei andere regio's. En die hebben volgens mij echt wel... Eh, misschien wel honderd uitzendkrachten per weekend aan het werk. Ja. Zeg maar. Dus je zou eigenlijk een soort van... je interne uitzendbureau kunnen starten ja. met jullie of zo. Is dat dat Ja, daar, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het wordt dan officieel geen uitzendbureau als in... Je doet het dan voor je eigen organisatie. Maar wat, uh, wat ik heb gemerkt... Uh, wat ons software heel erg goed doet... is dat je eigenlijk heel flexibel... Uh, diensten kan openzetten voor, hele, uh, voor heel veel verschillende locaties. Dus op het moment dat je volgend weekend, noem maar wat, op een of andere plek ergens in, uh, nou, het maakt niet echt uit waar, dan kan je daar een dienst op aanmaken en daar kunnen mensen zich op intekenen. Ja, ben ik wel benieuwd naar jullie commerciële strategie. Want je zegt, nou, er zitten nu drie ton in, uh, misschien moeten er nog wel een keer uh, twee bij om um, over drie jaar ergens staan. Ik noem maar ja. wat. Hè. Stel, er zit een half miljoen in. Uh, hoeveel klanten heb je dan nodig? En hoe ga je dat allemaal terugverdienen? We hebben daar heel veel scenario's voor gemaakt. Uh, we hebben ook wel eens ge, uh, gespeeld met het idee om funding op te halen. Dus dan moet je dat soort, uh, dan moet je dat eigenlijk allemaal weten. En eigenlijk komt het erop neer, of we hebben een, uh, een, uh, een paar grote bureaus nodig... Uh, in de omvang van, nou, dat ze bijvoorbeeld uh, 10.000, 15 15.000 uren per maand uh, uh, draaien. Uh, nou, daar worden dan een handjevol van nodig... om uh, in ieder geval een beetje kiet te spelen... Uh, of heel veel uh, kleine bureautjes. En, uh, en dat is een beetje het SaaS dilemma ook. Dus we maken uh, software uh, die als het goed is onze klanten volledig zelfstandig kunnen gebruiken. En dan is het idee, uh, een kleine klant die mag het lekker zelf uitzoeken. En een grote klant die, uh, die ga je met heel veel liefde bijstaan. En uh, nou ja, op dit punt uh, in, in Flex zoals iedere klant uh, uh, voor ons heel groot en steken we er heel erg veel tijd en liefde in. Um, maar er komt nog iets bij en dat is dat we um, is ook de nieuwe versie van onze huisartshulp software. En uh, dus op het moment dat alle features die we nu kennen bij huisartshulp, dus bijvoorbeeld ook uh, 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 een rating systeem, dat je mensen die bij je komen werken, uh, uh, dat je die kan reviewen en dat die reviews weer meetellen in de in matching voor uh, volgende klussen. En uh, nou, uh, bijvoorbeeld vaste facturen zijn. Dat zijn allemaal dingen die we nog gaan inbouwen. En uh, dus we bouwen ook aan de nieuwe versie voor huisartshulp. En het toffe is dat alle uh, uh, bureaus die nu al gebruik maken van onze software. die geven ons ook weer allemaal feedback over hoe we die uh, processen beter kunnen inregelen. Dus ik denk dat we down the line ja, gewoon een stukje software aan het maken zijn. wat uh, beter is dan wat we alleen met huisartshulp hadden kunnen maken. En we krijgen er ook nog een keer geld voor van de, van de mensen die er, nu, die er nu al gebruik van maken. Um, de, de uitzendbranche wordt steeds strenger gereguleerd. Ja. Is dat een kans of een bedreiging, voor jullie? Ja, dat is een kans. Dus, uh, 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 nee. dus uh, de nieuwe wetgeving gaat er heel erg voor zorgen, in ieder geval in theorie, dat veel uh, malafide partijen ermee gaan stoppen. Uh, maar goed, dat is denk ik ook een beetje een. Uh, uh, wishful thinking zo wordt gebracht, dat, zo zou het niet gaan werken, maar ik, ik denk wel dat uh, onze software stelt, bureaus er ook wel toe in staat om conform de wetgeving te werken, uh, dus het betekent gewoon dat je als uh, uh, bemiddelaar daar zelf niet zo meer over na hoeft te denken en dat de software wel zegt van hey, dit kan wel of dit kan niet en uh, uh, wat wij bijvoorbeeld in de in die eerste jaren van huisartshulp hebben we jarenlang samengewerkt met een, uh, een pedelpartij. En uh, waar wij niks wisten van uitzenden, wisten zij dat wel. En het was heel prettig als zij dan gewoon tegen ons zeiden: van ja, dit kan wel en dit kan niet. Ja. Hoe uh, werkt het pakket samen met andere uh, software? Want ik heb inmiddels wel geleerd: van je kan nooit één systeem hebben. Ja, ja dat kan misschien wel, maar uh, ik ben dan niet tegenkomen waar, waarin je alles kan doen. Ja. Dus je hebt altijd allerlei. Uh, integraties nodig, zeg maar. Je moet het eigenlijk als, als geheel overzien. Dus je hebt een soort... Je hebt je bedrijf en dan heb je allerlei tooling. En die tooling die moet op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. Ja. Dan heb je natuurlijk koppelingen. Maar ja, dat kost weer geld of zo. Ik bedoel... Uh, Neem ons eens mee, wat is er voor nodig om Flexval te implementeren? Ik denk dat Flex doet uh, uh, eigenlijk alles van de aanmelding van de kandidaat tot en met het uh, maken van de factuur aan de eindklant. Uh, dus um, en het enige wat onze software echt niet doet, is het maken van een loonstrookje. Dus er rolt bij ons een urenbestand uit en dat kan je nou ja, over de schutting gooien naar of je, uh, ik wil je salarisadministrateur of je, je EasyFlex, of uh, dat, dat willen we ook niet uh, kunnen. Ja. Uh, en aan de voorkant heb je, heb je nog een toffe website en een social marketing. Uh, of wat nou een social marketeer nodig die uh, euh, je factures of je, 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 je bedrijf onder de aandacht brengt. Maar eigenlijk alles wat ertussen zit, dat wordt door ons software uh, gedaan. Um, er zijn nog. Ja, op zich. Er zijn een aantal dingetjes waar we, uh, uh, die we nog aan het bouwen zijn. Zoals bijvoorbeeld het online tekenen van contracten. Maar dit is misschien echt super gedetailleerd. We zijn wel over het algemeen dat we dingen zelf bouwen in plaats van dat we uh, koppelen met andere systemen. Vooral omdat het gewoon uh, het toffe op het moment dat we het zelf bouwen en dat het binnen, uh, binnen de software past, is dat je eigenlijk één seamless ervaring hebt, met name voor klanten en kandidaten van je organisatie, dat ze gewoon binnen één omgeving alles ja. kunnen doen. En niet dat ze in drie of vier verschillende uh, um, nou ja, uh, applicaties iets moeten, moeten klikken om, om door te kunnen. Ja. Ik denk even aan een bedrijf van een vriend van me, GroenPand heet, uh, heet het bedrijf. Ze, ze installeren zonnepanelen, weet ik van allerlei andere dingen die je kan doen om te verduurzamen. En zij werken volgens mij ook met flexkrachten. En uh, ik weet dat ze met Zoho werken. Oh ja. Dus hoe zou dat dan werken? Kunnen zij dan jullie software erbij nemen? Of denk je dat ze dat dan eerder in, in Zoho zouden gaan proberen in te richten? Of? Ja, ik ken Zoho niet heel erg goed, maar is dat, is dat nou die koppelsoftware of juist... Uh... Nee, ja, volgens mij is het een soort uh, ERP-systeem waarin je ja, ja, al je resources kan stoppen, zeg maar. Hè? Dus je, je bussen, je panelen, je, oh, ja. je, je uh, weet ik veel, je, uh, wat je dan ook... Voorkomt, al je resources en ja. die koppel je in projecten. En daar komen dan projectplanningen uit, maar ook uh, facturen en weet ik veel. Ik heb het er niet zelf in gekeken met ze, maar, nou, maar ik probeer ik, te bedenken van uh, wat is er voor nodig... Voor een klant om met Flex wel te gaan werken. Omdat ik, ik werk bijvoorbeeld met teamleader. Ja. Is ook sponsor van mijn podcast. Super blij mee. Maar ik, ik werkte al met teamleider voordat uh, dat begon. Uh, ik denk, ja, oké, okay, teamleader is mijn software. Dan ga ik niet zo snel iets ernaast pakken. Ja. Dus hoe werkt dat bij jouw bij, klanten? De, 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 volgens mij vraag je een aantal dingen. Uh, de, de door elkaar. Dus waarom zou je met flex al willen gaan werken? Dus wat, wat brengt de software je in potentie? En dat is uh, uh, met name als je, denk als uh, bemiddelingspartij of als organisatie, echt de volgende stap wil maken in het, uh, ja, het, 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 het werven en het plannen van invalkrachten. Dus waar je, wat je nu ziet, heel veel, uh, nou ja, de nieuwe generatie die wil gewoon op zijn mobiel. Kijk wat het aanbod is van klusjes. Zien wat ze verdienen en gewoon direct. Uh, erop reageren in een hele makkelijke interface. Zonder dat ze eerst moeten praten met uh, weet ik veel, een incident of afdeling uh, HR die alleen op dinsdag, woensdag, donderdag weet. Dat kan allemaal via de app geregeld worden. Ja. En, uh, en dat kunnen ze nu al via een temper of een Young One's. En als bureau uh, loop je best wel moet je daar wel mee kunnen concurreren. Ja. En uh, dat is wat we met Flex wil bieden. En ja, kijk, als je al, als je al werkt in een, uh, uh, met een bepaald pakket. Um, Teamleader is geen planningspakket. Dat is een, 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 een wat nou CRM. Een CRM eh, met, ja, en Ja, je kan er uh, offertes mee maken. En ja. zo, toevallig hebben we uh, één klant bij ons die maakt ook gebruik van teamleader ah. als CRM. Maar uh, dat is meer voor de saleskant. Dus wat heb je nodig om met of waar praat uh, Flexvol mee? Of Flexvol vervangt eigenlijk uh, uh, de, 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 de planning van invalkrachten en het maken van facturen en de hele urenregistratie en Technisch hebben we dan onder water ook nog een API. Dus als je het software hebt waar je heel erg blij mee bent en die je wil blijven gebruiken, dan kunnen we wel uh, uh, iets maken dat het met elkaar praat. Stel je wilt uitproberen. Want ik zit te denken, je ja, kan er heel lang over nadenken ja. en uh, allerlei beren op de weg zien. Maar kan ik kan ook zeggen: joh, we gaan een pilot doen. We ja. gaan dat drie maanden uitproberen. Of we gaan, het, uh, we gaan uh, een proefopstelling neerzetten of zo. Hoe werken jullie daarin? Ja, daar zijn we eigenlijk heel heel makkelijk mee. Dus we kunnen heel makkelijk een uh, demo-omgeving aanmaken waarin je zelf kan rondklikken. Uh, en dat, nou, dat hebben we binnen een dag hebben dat gereed. En dat moedigt gewoon ook heel erg aan. Dus waar ik persoonlijk ook uh, uh, nou, een beetje wars van ben, is dat je dan. Wil je nieuw software uitproberen en dan moet je eerst met de salesafdeling praten uh, uh, voordat je erin kan rondklikken. En uh, wij willen dat echt anders doen. Dus uh, uh, bij ons staat die demo-omgeving binnen een dag online. En dan uh, spreken we gewoon een periode af waarin je, dat, uh, uh, waarin je daar gewoon gratis mag rondklikken. En dan, ja, ik denk de meeste klanten die we nu hebben aangesloten, die waren gewoon met een hele organisatie binnen een maand over. Ik wil het ook nog even met je hebben over uh, hoe dat nou is om een nieuw bedrijf uh, te starten. Want je was. Uh... Ja, lekker bezig met huisartshulp. En ja. Dan beginnen we helemaal ja. bij nul. Ja, Hoe dat ging zo, dat? Ja, dat is ook confronterend op een bepaalde manier. Dus uh, bij huisartshulp uh, nou, was ik al 13 jaar bezig met bouwen aan één organisatie. Samen met mijn kompion. En het was op een bepaalde manier. De, ja, sommige dingen ken je dan al wel, trucje. En, um, en voor mij was. Uh, ik had ook echt de wens om iets te gaan doen wat helemaal nieuw was. Of wat uh, gewoon iets nieuws opzet Want ik vond het. Uh, ik zei net, je moet delegeren. Hard, hard werken of delegeren. Maar ik heb wel hele goede herinneringen aan de periode dat ik heel hard werkte. En dat wilde ik opnieuw doen. En uh, uh, I got what I asked. Ja, wat was er zo confronterend aan? <laughs> ja, eigenlijk twee dingen. Dus uh, uh, het, als, oh, nou, ik ben al nu 15 jaar ondernemer. En van een, van een goed lopend bedrijf, of twee goed lopende bedrijven. Maar uh, bij huisarts gaat het gewoon echt heel erg lekker. En. Uh, ook al zie ik mezelf niet graag zo. Je wordt er toch ook een beetje lui van. Dus ergens wil je wel graag hard werken. Aan de andere kant. Uh, ja, ben je dat er al een klein beetje ontgroeit. En op het moment dat je een nieuw bedrijf begint. ook met de beste intenties. Je begint gewoon weer helemaal onderaan. En hmm. uh, wat ik confronterend vind. Uh, ik wist niet dat het zo belangrijk was voor me. Maar uh, qua, qua een ego-dingetje. op het moment dat ik. Uh, op iemand afstap en ik zeg, ik ben uh, eigenaar van huisartshulp... en we middelen vet veel mensen... en drie kwart van alle huisartspraktijk is klant bij ons... dan voelt dat toch anders als ik ben eigenaar van Flexwell. ik doe dit nu drie jaar en we, we zijn nog aan het bouwen. Dat, ja, dat, dat voelt gewoon anders. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat het me zoveel deed, maar blijkbaar wel. Ja, ja we gaan nog even reflecteren op, op jouw ondernemersreis... Re om daar wat lessen uit uh, te filteren. Uh, misschien nog even terugkomen op wat je net zei. Zou je andere ondernemers aanraden om uh, een business te starten naast hun bedrijf? Want dat kan natuurlijk ook. Dat kwam ook bij me op, van het kan ook cannibaliseren Dus de ja. energie die, die loopt weg uit het ene bedrijf en dan het andere bedrijf. Het is een typisch voorbeeld van uh, iemand die een tweede winkel start. De ja, eerste ja. winkel die, die, uh, die gaat uh, onderuit. Wat, wat zijn je inzichten? Nee, het, um, wat ik ervan heb geleerd, uh, ik denk de eerste jaar van Flex uh, deed ik het nog 50-50. En, um, uh, en dat, dat kan niet. Dus <laughs> ja. uh, uh, um, het ging voor mij ook pas echt lopen nadat ik de beslissing had genomen. Ik, ik, ik moet echt geen tijd meer hoeven besteden aan huisartshulp, want anders kan ik niet vol voor wel gaan. En toen ik die knop had omgezet, werden dingen heel veel makkelijker. En uh, qua het starten van een, een, een eigen bedrijf naast je bestaande bedrijf, ik, ik heb misschien was het wel bij jou. Trouwens, heb ik wel eens een les gehoord. Van een ondernemer die zei, uh, meer dan 100% van uh, ondernemers die een nieuw bedrijf beginnen, die, uh, die falen daarmee. Dus in ieder geval een heel hoog percentage. En volgens mij klopt dat wel. Dus uh, uh, er is maar een heel klein percentage van ondernemers die met een tweede bedrijf opnieuw een klapper maakt. Ja. Uh, betekent niet dat je het niet moet doen. It, 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 misschien waar we het net ook al over hadden, qua goed je grenzen bewaken. Uh, nou, bijvoorbeeld, zorg dat je niet nog een huis in je nieuwe onderneming steekt. Uh, ik denk dat je daar heel erg bewust van moet zijn, maar volgens mij weet je dat ook pas op het moment dat je ermee aan de gang gaat. Uh, kijk, wij zijn flex al begonnen en ik geloof er nog steeds heel erg in dat hetgene wat we nu aan het bouwen zijn, ja, het is er nog steeds niet op de markt en uh, er is echt wel vraag naar. Uh, dus um, um, uh, uh, we, we kunnen niet anders dan in dit gat springen. Dus als we, als we het niet hebben geprobeerd en over vijf jaar, uh, er, weet ik veel, komt er een Fisma of komt uh, uh, Easyflex Flex met, uh, met, uh, met een eigen variant op Flex. Wel dan, uh, dat, dat zou ik vervelender vinden dan als ik bijvoorbeeld nu als ondernemer, uh, als het allemaal niet zou lukken. Maar dat, dat is helemaal niet. Uh, maar dan, dan is de make-or-buy-decision heel interessant. Die, die werd mij laatst voorgehouden. Die zei van ja, stel dat iemand jouw bedrijf kan kopen. Dan gaan ze kijken van hey, zal ik het bedrijf kopen of zal ik het gewoon zelf gaan maken? Dus ga ik het buy of ga ik het uh, maken? Yeah. Uh, dus als jullie iets hebben gebouwd wat gewoon supergoed is, dan zou zo'n Viesma kunnen zeggen van hé, hey, we kunnen het zelf gaan bouwen, maar we kopen het gewoon, want het is er al. Dus, uh, yeah. En dat pleit ervoor om wel die tonnen nog te blijven steken in die, in die ontwikkeling. Uh, ja, voor ons als om daar ja. een exit in te maken. Nou nee, maar dat, dat, dat zou je het zelfvertrouwen kunnen geven van hey, we zijn een solide product aan het bouwen, daar gaan we mee door. Nee, nou, uh, we, we zijn, uh, kijk, met huisartshulp zijn we de use case. Dus we, we, we hebben gezien hoe hard je kan groeien op het moment dat je ja, eigenlijk is de platformmentaliteit. Of als je als je een platform online kan zetten waar mensen zich kunnen aanmelden en gelijk kunnen reageren op werk. En dat dat daar allemaal automatisch gebeurt. Um, en ik denk dat we daar ook heel erg in gesterkt zijn. Doordat we dan vorig jaar die Recruitment tech awards hebben gewonnen. Specifiek met die case. Dus wat we bij huisartshulp, uh, hoe we dat hebben ingericht met ons software. Wat, wat er volgens mij nog niet elders is. Dat uh, nou ja, is een bekroonde methodiek. Ja, mooi. We gaan afsluiten met de allerlaatste vraag alweer. Ja. Uh, de tijd is gevlogen. We zijn weer een goed uren uh, in gesprek. Wow. Um, je mag een, uh, een, een billboard langs elke snelweg op aarde... Uh, gaan vullen met een goed ondernemersadvies. Of twee. Uh, wat zou jij mee willen geven... aan alle ondernemers uh, op aarde? Ja, neem geen hond. Nee, <laughs> dat is een hele slechte. Um, um, uh, zoek andere ondernemers op. Dat, uh, dat heeft voor mij... heel erg de ogen geopend. Uh, dat... Um, eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, bijvoorbeeld de groeiclub uh, voor ondernemers ging bezoeken en nu bijvoorbeeld zitten we bij de nieuwe tak. Uh, onder andere dat uh, niet zozeer ondernemers opzoeken om meer business te vergaderen of om, uh, hè, om te netwerken, om, uh, maar ook om, uh, om te kunnen groeien en om verhalen te horen van andere ondernemers van hoe lossen zij problemen op. En dan maakt het helemaal niet uit of iemand een zzp'er speler is of uh, echt uh, een miljoenenbedrijf of miljardenbedrijf heeft. dat... Uh, het, uh, er zijn niet zoveel mensen die ook ondernemer zijn en weten wat het betekent om die verantwoordelijkheid te hebben en daarin keuzes te moeten maken. En uh, het heeft mij heel erg veel gebracht, ook qua oh ja, uh, geruststelling op een bepaalde manier, door gewoon te kunnen sparren met, uh, ja, met, met andere mensen die ook een bedrijf hebben. Ja. En ik wou dat ik dat uh, veel eerder in mijn uh, ondernemersbestaan had gedaan. Ja, ik heb nog een uh, bonusles, we hebben nog een klein stukje op de billboard over. Uh, Misschien iets heel praktisch. Of, uh, kan ik, maar je mag zelf een volledig kiezen. Fouten maken mag. Uh, we hebben, ik heb zoveel fouten gemaakt als ondernemer. En ik, ik denk wel dat ik daar. Uh, achteraf leer ik daar wel van. Dus uh, dat, uh, ja, dat is helemaal niet erg. Dat, dat moet je ook niet erg vinden. Je moet jezelf niet tegen een enorme lat of die lat die enorm hoog leggen. En het dan. Uh, uh, nou ja, je je moet kunnen accepteren dat dat ook wel eens niet zo gaat. En dan moet je ook door. Ja, en weer door. Brian, dank voor je komst. Thanks. Ja, jij bedankt. Ja, superleuk gesprek. Tijd is voorbij gevlogen. Goeie voor.